In de Ten Bossestraat in Brakel ranselt Van Hooydonken nog vrij omvangrijke kopgroep uit elkaar. Alleen de Deen Sørensen, de Duitser Gultz en Johan Museeuw hebben de moed en de kracht Van Hooydonk te volgen. Met vier trekken ze naar Gerardsbergen, naar de fameuze muur. En Van Hooydonk forceert daar. Zeker vast. En hier... Daar moet je het kunnen, hè. Gultz gaat makkelijk mee. Gultz gaat nog mee, maar... Schakelen dan ook. Dat is echt heel lastig hier. Van Hooydonk en Sørensen en Museeuw eraf. Ja. Kijk maar eens, dat is alles er nog uithalen. Alles er nog uithalen om terug aan het wiel te komen. En ik denk wel dat ze daarin gaan lukken. Museeuw en Sørensen komen inderdaad terug. Maar op de Bosberg krijgen ze een dreun die nog lang zal nazinderen. Daar begint de beklimming. En een Gultz zit aan het wiel. Ben Van Hooydonk, want hij is verschrikkelijk bang dat hij nog gaat demareren. En dat gaat hij zeker doen. Het zou me verbazen van niet. Sørensen, Van Hooydonk, Gultz en Museeuw. Hij moet alles op alles zetten om ze hier echt nog op wiel te fietsen. En... Gultz heeft dat wiel moeten laten even bij het schakelen. Museeuw heeft zich daartussen gezet, ja. En Gultz probeert nu terug, ja, kijk. Komt nu terug aan het wiel van Van Hooydonk, die gaat aanvallen. Aanval van Van Hooydonk en Gultz inderdaad die reageert. Sørensen kan niet meer. Museeuw klampt aan. En... Sørensen hoopt in zijn eigen tempo naar boven te rijden, maar dat is te laag. En Van Hooydonk is weg, want die heeft verschrikkelijk erop getraind. En die kan echt, die demereert niet dikwijls, maar ik weet dat hij gaat, dat hij vol gaat. En dat is ook... Ik zou nu wel zijn beslag eens willen weten. Ja, dat is niet te weinig. Dat is formidabel, dat is een groot kampioen, als je dat allemaal kunt. Oh. Formidabel. Schitterend dat, nummer, precies op dezelfde plaats. Ongelooflijk, hier de ander die zakken ineen, dat is gewoon de moraal kwijt. Als je zo iemand die wegrijden, dat is echt om een moed, moraal in de schoenen te zakken. Een nooit eerder geziene explosie van kracht en talent in de ronde. De pas 24-jarige Van Hooydonk is daar al op het toppunt van zijn mogelijkheden. De gebalde vuist, het applaus, het zegengebaar van Edwig Van Hooydonk, die voor de tweede keer in 3 jaar de Ronde van Vlaanderen wint, dames en heren, op een schitterende manier. Hij was de beste en dat wist iedereen in die finale. En als Jean kan afmaken ook, dan is het prachtig natuurlijk.